We gaan verder met de man die het voor de tweede keer in de ton staat. Oftewel onze eigen Meulenaar. Ook hier zijn de wonderen de wereld weer niet uit. Onze eigen Meulenaar, Erik van der Westerlaken. En dan ging er wat gebeuren, zei hij. 3205, hoor. 3205. AP 4027, hoor. Ja, mee Hans. Hi, Hans. Ja, mee Hans. We hebben een brandje. Oh, waar dan? Ja, bij de Pekhoeve. Alweer? Hoezo alweer? Nou, daar zijn we toch al geweest. Oh ja, ja. Maar gaan jullie daar naartoe dan? Nou, dan ga ik wel bellen als ze willen komen naar de kazerne. Oké, houdoe Hans. 12 over de sik uit. Wat er is, er zitten hier nog allemaal mensen in die zaal. Wat moet ik nou doen? Mee praten. En wat gaan jullie dan doen? Het ontruimingsplan zoeken. Oh, hebben we dat bij ons? In de auto. Ja, daar ga ik wel met die mensen praten. Nou, goedenavond. Is het gezellig hier? Ja. Wat komen jullie doen? Luisteren kijken. Oh. Hoe heet jij? Ja? Laura. Hoi. Ja, je zult wel denken wat ik hier aan het doen ben. Maar we hebben hier een brandje. Ja. En dat is de tweede keer al bij de Pekhoeve. Maar ja, dit jaar ben ik er op tijd bij. 10 jaar geleden, toen was het Aad Peters. Maar die was toen nog geen brandmeester. Die was toen nog maar brandwacht. En daar heeft hij ook iets te lang op gewacht. Maar goed, je zult wel denken van, wie is die man dan? Ik ben Hans Hoogendunk. Jawel, de broer van. Mijn broer Henk. Die heeft hier vorig jaar ook gestaan, hè? God, wat was die slecht, zeg. Maar ja, goed, ik ben hier niet om te sauwelen vanavond, mensen. Ik moet jullie komen redden. En dan zullen jullie natuurlijk wel denken van, hoe gaat hij dat nou doen? Nou, ik zit al bij de brandweer. En eigenlijk wist ik dat al van jongs af aan dat ik bij de brandweer zou gaan komen. En dat merk ik dan van die kleine dingen. Zo was ik bijvoorbeeld al heel vroeg fan van Earth, Wind en Fire. Daarnaast was ik ook een vurig aanhanger van UWV. Weinig vurig aanhanger van UWV. Maar goed. Ik was ook niet het liefste thuis altijd. Dus als ik iets had gedaan, dan ging dat ook als een lopend vuurtje door dat dorp. Ook aan het eten kon ik het merken. Ik vond bijvoorbeeld rookworst erg lekker. En ook gerookte paling. Het enige waar ik nou niet lekker van werd, dat waren die vlammetjes. Dat brandt zo in hun mond. Ja, en later ben ik natuurlijk bier gaan drinken, waar Limburg trots op is.
Goed, hè? Ja, we hebben hem, ik hoor ze. Hij is slimmer dan gisteravond, mensen. Jullie zijn slimmer. Dankjewel. Maar goed, ik heb natuurlijk eerst een opleiding gevolgd. Van een jaar. En daar krijg je heel veel theorie. Want het is natuurlijk wel belangrijk om te weten wat voor branden er zijn. En dan kan ik u zeggen, als je bijvoorbeeld buiten een groot vuur hebt, dat noemen wij in onze brandweertermen een open haard. We hebben natuurlijk ook branden wat als gevolg is van een gasontploffing. Dat noemen wij gashaarden. Dan hebben we ook nog de mensen die zelf hun brand maken. Dat noemen wij eigen haarden. Maar die zijn geen goud waard, hè? Want dat betaalt de verzekering niet. Daarnaast zijn er ook nog eens, hebben wij veel last van branden met computers. En als je veel computers in brand hebt staan, dan noemen wij een firewall. En ik heb er gisteravond nog een erbij geleerd. Want gisteravond toen ik hier was, toen viel men een snor af. En die noemen we nou een haartransplantatie. Die heb ik vanavond verzonnen, ook wel leuk. Maar goed, gisteravond kreeg ik mijn bier op tijd, vanavond niet, maar dat geeft niet. Die opleiding, dat stelt natuurlijk niet zoveel vuur. Vuur, ik zei vuur, vuur zei ik. Oké, okay. Ja, dan krijg je ermee dat import. Nee, is geen brand. Het is geen brand. Denk ik. Lekker. Maar goed. Ik ben dus, dan krijg je het dus met het korps, hè. Dat is ook allemaal import tegenwoordig in ons korps. Maar goed, ik heb een diploma gehaald en ik ben ingedeeld in het kleinste korps van heel Nederland. Je zult zeggen, nou, Ulfhout is toch wel een groot korps. Nee, heb je die wagen gezien waar we nou zijn mee aangekomen? Dan moeten we wel met 18 man in, hè? Kennen jullie z'n allen 18? Nee, ik ook niet. En weet je hoe dat komt? Dat komt als wij bij een brand zijn, dan roepen wij alleen maar, hey, geef die slang eens aan. Hey, dat is vuur. De enige, er zijn er twee die wij wel kunnen herkennen. En de ene, dat is van Constant Rebek van voorstel tot aan Anne Viel. Ja, als hij iets vraagt. Meneer de commandant, zou het in de gelegenheid zijn om een litertje ongezouten water door deze slang heen te kunnen blazen? Ja. En de tweede die je kunt herkennen in ons korps, dat ben ik. En weet je waaraan? Aan mijn pukkel. Maar goed, je zult altijd afvragen van maken wij in Ulfhout nog wel eens wat mee? Ja mensen, wij maken zeker nog wel eens wat mee. Aan het begin van het jaar een heel grote brand meegemaakt. We waren er op tijd bij en het vermoeden bestaat dat hij is aangestoken. We hebben hem ook genoemd de kerstbomenbrand. 3 weken terug kregen we een melding en dat was van onze mens. Of dat was in onze bladenstraat. Dus wij daar naartoe. Dat huis roken. Dat wil ik niet weten. Zegt die commandant tegen mij. Ga er eens naar binnen toe. Ga eens mensen helpen. Ik zeg, ja maar dat huis, dat staat in fik. Daar ga ik niet in. Dat is levensgevaarlijk. Hij zei, gij moet erin, gij bent bij de brandweer. Mensen redden. Heb ik even. Ik denk, nou ja. Dus ik ga naar die deur. Ik zeg, ik hoor niks, zo'n commandant. Hij zei, nou ik hoor wel iemand gillen, ik moet de oren eens uitspuiten. En dan denkt hij van, oké, dat ga ik wel doen. Mensen, doet daar niet meer zo'n ding. Dat kan ik u wel vertellen. Maar goed, ik ga naar boven. Wie ligt daar boven? Bets Verkuik. Ik zeg, Bets, uw huis staat in brand, we moeten naar beneden opschieten. Maar we kunnen niet meer mee de trap, we moeten via buiten naar beneden. Dus
Ik til Bets op uit haar bed. Ik leg ze over mijn schouders. Ik loop naar de raam toe. Ik zet één been over de raam naar buiten zo. Ik zeg tegen Bets, nou even op de tanden buiten, Bets. Zegt Bets tegen mij, dan moet even terug, want die liggen nog op mijn nachtkastje. Oh. Even mensen, even stil, ik krijg een melding. Ja, met de brandweer. Mevrouw Ver. Oh, ik mag Lucie zeggen. Ik versta u niet. Bent u verkouden? U hoest zo. U bent in een rokerige ruimte. Weet u dat het sinds 1 januari 2009 verboden is om te roken in openbare ruimtes? Oh, u rookt niet. Oh, u krijgt het heel erg warm. Ja, dan zou ik zeggen, zet de rampen open, mevrouw. Goedenavond. Dit is namelijk ons nieuwe praatding. Dit is onze C2000. Dat is het apparaat waar onze ambulance, politie en brandweer mee werken. En het werkt voor in de meter. Volgens mij hadden wij gewoon veel beter de C1000 kunnen pakken. Want die werkt goedkoper, veel sneller en je wordt beter geholpen. Maar ja, dat mocht weer niet. Want daar verkopen ze weer euroknallers. En dat is weer gevaarlijk voor de brandweer. Maar goed, ik ga weer verder met mijn verhaal. Ik moet jullie blijven in ieder geval rustig. De rook komt er nog net niet aan. Ze zijn aan het kijken. Zo hadden we dus ook een cursus gehad. Antivandalismebestrijding. En dan zullen we denken, waarom heeft de brandweer nou een antivandalismebestrijding? Dat komt eigenlijk vanwege vorig jaar. Want toen is onze brandweerglijpaal gejat. Waar we mee naar beneden glijden. We hebben het vermoeden dat hij is meegenomen door een travestiet in een luipaardenpak. En we hebben ook het vermoeden dat hij in een leswagen reed. Ik weet niet of je hem kent, maar hij reed heel vaak bij onze kazerne voorbij. En we zaten echt te kijken van wat is die nou aan het leren in die leswagen. Maar ja, wij krijgen namelijk de laatste tijd ook veel braambrieven binnen. En mensen, als die om 11:55 binnenkomen, dan zijn wij te laat, hè? Dus ik zeg altijd maar, 1 en 1 is... Nou, gisteren waren ze sneller, moet ik zeggen, hoor. 1 en 1 is... 2. Dank u wel. Maar ja, en kom ook niet naar onze kazerne toe. Want als je daar naar binnen loopt en je roept, brand! Dan roepen er 18 man, ja, lekker! Maar ja, als wij te laat komen, dan moeten we natuurlijk ook wel zelf wat handelingen kunnen ondernemen, hè? Kalm. Ik heb alles onder controle. Wat kunt u nou doen? Het is eigenlijk heel makkelijk. Eigenlijk moet u gewoon alles net andersom doen wat je normaal doet. Dus, in plaats dat uw vrouw in bed lult, moet uw vrouw bij een brand uit bed lullen. En in plek dat je voor de vrouw de deur netjes open houdt, mensen, mannen, deur dicht houden. Er mag geen zuurstof bij komen. Bij de brand dan, hè? Oké. En mannen, het belangrijkste tip van heel deze avond. Hou zelf uw slang vast. Die vrouwen die gaan er allemaal aan trekken. Die denken dat een onbeperkte lengte heeft. En ze mikken nog mis ook. En wij mensen, mannen, let erop, of vrouwen, als je een langere slang wilt, kom dan naar de brandweer, want wij hebben koppelstukken. Maar goed, ik zei je net al, we zijn al een aantal keren te laat geweest, 10 jaar geleden bij de Pekhoeven. Dus wij hebben onze brandweerorganisatie veranderd. Zo hebben wij Sjaak Diepenbroek mee de fut laten gaan. Want die spoot op het lest alleen nog maar poeier. Chef Loenhout, die is ook vertrokken. Maar die kreeg hem niet meer omhoog. De ladder. Dan.
En dan Peters maar roepen. Mannen, we moeten er harder aan trekken. We moeten er harder aan trekken. Ja, hij heeft makkelijk zeggen. Zijn vrouw zegt altijd wel dat hij te vroeg komt. Maar bij ons is hij altijd te laat. En ik heb van de week in de krant ook gelezen waarom dat nou is. Want met zijn Mickey 100 heeft hij al 100.000 liter melk gespoten. Maar goed, wat hebben we nog meer gedaan? Onze kantine is aangepast. Wij hebben nou sinds kort een magnetron-tv. Heeft mijn broer Henk uitgevonden. En dat is wel heel makkelijk. Want dat betekent dat we nou een film van een uur in 6 minuten kunnen kijken. Oh, even wachten mensen. Brandweer. Ah, mevrouw Ver. Geeft geholpen het luikje? Oeh. Uw huis staat in brand. Heeft u er al water overheen gegooid? Ja. Nou ja. Dan hoeven wij niet te komen, want meer kunnen wij ook niet doen. Goedenavond. Ja mensen, maar sinds dat rookverbod hebben wij ook niet veel meer te doen, hè? Pyromanen durven geen vuurtje meer te vragen. Hè? En je hoeft het als een versiertruc, hoeft het ook niet meer te gebruiken. Helpt niet meer en het mag niet meer. Dus wij zijn meer aan het controleren geslagen. Dus 2 maanden terug zei de commandant tegen mij van, ga jij eens naar de bierberg toe. Naar de bierberg toe. En ga eens kijken wat die man daar mee zijn pompie doet. Want een pompie moet altijd wel goed kunnen blussen. Kunnen we. Dus wij met onze rode jongen. Daar naartoe, komen naar binnen, een vrouw aan het gillen, aan het gillen. Wat is er aan de hand? Ik heb een ladder in mijn kous. Ja, dat moet je dus niet zeggen tegen die van Constant Rebek van voorst tot aan de viel, hè? Die klimt er gelijk in. Maar goed, ik heb wel vaker met dat bijltje gehakt, dus ik haal hem terug, ik laat hem wat stoom afblazen. We hebben onze controle gedaan. En mannen, mag ik het nou zeggen? Pompie doet het niet meer. Vorige week had ik ook nog een controle. Bij een hele grote meubelzaak. Dus ik er daar naartoe. Bleek het ene grote eiken schuur te zijn. Dus ik zeg, ja, maar dat ga je niet. Dat brandt gevaarlijk. Dat moet er veranderen. Nou, dat hebben ze ook gedaan. De hulp vanuit het zooncentrum. Maar goed, doordat we geen brandweer hebben, of geen branden meer hebben, is onze naam eigenlijk ook niet meer goed, hè, brandweer. We kunnen ons beter meer geen brand meer noemen. Oh, wacht even. Ja? Je hebt het ontruimingsplan gevonden. Ja, wat moet ik doen? Die mensen moeten de zaal uit. Oké. Okay. Nou, mensen. Ik zou zeggen, het hoogtepunt van vanavond is toch al geweest. Lever toe stembriefjes in deze helm. En verlaat met spoed deze zaal. U krijgt van de week in de krant te horen wie de opperzouwelaar is geworden. En voordat u vertrekt, wil ik u nog één de spreuk meegeven. Dat deed mijn broer Henk ook vorig jaar. Laat het spuiten aan de brandweer over. En het koken aan de vrouwen. Want die zijn ervoor gemaakt. Goedenavond. Erik van der Westerlaken.